Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 22 september van Weerplaza. Vandaag begint officieel de astronomische herfst. Het was vandaag echter niet overal even fraai. We hadden te maken met een zwakke storing boven het westen van het land, met al daar wat lichte regen of motregen. Maar in het oosten was het vaak droog en scheen de zon geregeld. De storing trekt langzaam naar het noordoosten. We hebben te maken met een hooggedrukt gebied boven Rusland. En dat heeft een uitloper over ons land, zorgt ervoor dat het weinig wind staat en het vrijwel droog is. Maar boven de Britse eilanden, daar is een lage drukgebied actief en trekken diverse storingen voorbij. In onze omgeving dus tamelijk rustig weer, vanavond nog een paar wolkenpartijen, lokaal kan er nog een enkele bui vallen en de temperatuur schommelt tussen de 13 en de 15 graden bij niet al te veel wind vanuit het westen tot noordwesten. Vannacht is het vrijwel windstil. Het klaart soms breed op en dan kan er lokaal mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden en dat is behoorlijk koud. Morgenochtend vroeg merken we dat: koude lucht en lokaal nog mist, maar in de loop van de ochtend komt de zon erbij. Smiddags warmt het op naar 17 tot 18 of 19 graden verder landinwaarts en er staat niet al te veel wind vanuit het noorden, hooguit windkracht 2. Zeer lokaal kan in het noordoosten een enkele bui ontstaan. Op zondag zijn er flinke perioden met zon en wordt het nog een paar graden warmer, 17 tot 21 graden. Alhoewel in de nacht en vroege ochtend ook nog kans is op mist. Begin volgende week blijft het ver rustig en vrijwel droog weer, alleen in het noordoosten kan een enkel buitje vallen. Verder zijn er perioden met zon en wordt het in de middag 19 of 20 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.